derde thuiswedstrijd voor Antwerp dit seizoen. Als de Great Old de aansluiting met de topploegen niet wil missen, dan moet het winnen van Doornik. Een ploeg die nog maar 2 puntjes heeft gesprokkeld dit seizoen. Geen Pivaljevic bij de thuisploeg. King Darko is geschorst. En bij Doornik nog steeds hetzelfde liedje. Geen Dorizon en geen Moïsi. Doornik trekt als eerste naar voren. Voorzet op bij Carton, maar de controle is niet zo goed. Maar dan nu de bal tot bij Greco en die maakt er 0-1 van. Adriano Greco volledig vrijgelaten. En dan gaat hij natuurlijk zijn kans en scoort hij. Opvallend verhaal achter deze man. Tot voor kort nog in tweede provinciale actief. En nu doelpuntenmaker. Hier is Carton opnieuw, de man van de assist daar juist. Komt naar binnen. Balletje voor Slaiki en die gaat zijn kans van heel ver en die gaat er opnieuw in. 0-2. En dus ook de tweede assist voor Carton. Wordt die geklopt. En wat een sensatie hier op de Bosuil. Slaiki goed in de hoek en 0-2. Hier is Greco, de man van het doelpunt daar juist. Maar nu wel balverlies. Tegenstoot nu van Antwerp. Opletten voor Doornik. Tisha is er vandoor. De voorzet tot bij Ken Monje aan de tweede paal. En die maakt er 1-2 van. Dit is de aansluitingstreffer voor Antwerp. En het publiek wordt hier natuurlijk verwend. We zijn nog altijd maar 28 minuten ver. En Emmanuel Ken Monje die er het derde doelpunt van de avond scoort. 1-2. Doornik wat aangeslagen nu. Jelicic die de bal terugkrijgt van Tisha. Buitenkant voet tot bij Oris. Die er net niet bij kan. Dit was bijna de 2-2, maar het staat 1-2 halfweg. Begin van de tweede helft. Opnieuw Antwerp met een vrije trap voor Tisha Hart. Maar een goede redding van Christophe Martin. En die was absoluut nodig. Hoge bal die in de box gedropt wordt. En dan wordt daar slecht verdedigd. Breleur die kan scoren. Nee, dat doet hij niet. 2 keer wordt hij nog altijd niet gedaan. Carton bij de bal. En dit is een fantastische goal. Fantastisch doelpunt van David Carton. Een beetje op zijn Marco van Bastes. Een retro, een valroeptier. En 1-3. David Carton, de man van de wedstrijd met 2 assists en een doelpunt. En zijn 5e van het seizoen. En kan Antwerp nog wat terug doen? Slecht ontzet daar bij Doornik. Tisha tot bij Ken Monje vanuit een hele scherpe hoek, maar hij scoort wel. Emmanuel Ken Monje, we zijn 90 minuten aan het spelen. En hij scoort via de onderkant van de lat. 2-3, opnieuw de aansluitingstreffer. En krijgen we hier nog een mini-Sofia-verhaal? Het kan, want hier wordt opnieuw een hoge bal in de 16 gedropt. En Oris die maakt zowaar de 3-3. Wat een spektakel, dames en heren. Kevin Oris die bal goed verlengt met het hoofd. En het staat weer allemaal gelijk. We zijn diep in de blessuretijd en het is nog niet gedaan. Hier is Doornik opnieuw. Wotie met de redding. Breleur op de paal. En dan nog eens Froetos in het zijnet. Jongens, jongens, wat een wedstrijd. Onwaarschijnlijk slot. Maar 3-3 is de eindstand. Al had het veel meer kunnen zijn. Een gelijkspel, een puntje voor beide ploegen. Als je, zoals je zelf zegt, 1-3 voorstaat. 2 minuten voor het einde moet je altijd de 3 punten kunnen nemen. Hè. Natuurlijk, ja. Voor de zoveelste keer terug 3 doelpunten tegen. Er zijn nu ervaren mensen bij, dus ik weet niet. We gaan een keer de koppen moeten bij elkaar steken voor te zien dat we toch een keer kunnen de nul houden. En zeker geen 3 doelpunten moeten tegenkrijgen. Als je hoogvoetbal probeert te spelen, dan vallen de ruimtes in de rug. En dan speelt de tegenstrever op de counter. En dat hebben zij heel goed benut vandaag, want ze zijn een paar keer heel scherp uit de hoek gekomen na een aanval van ons. En daar moet je rekening mee houden, dat is heel gevaarlijk. Dus, maar ik denk dat we dat al bij al nog vrij goed hebben kunnen oplossen, denk ik.